allemaal weer. Ik hoop dat jullie de tips van vorige week allemaal een beetje hebben kunnen toepassen. Deze week gaan we het hebben over crackers en rijstwafels, oftewel ook steeds vaker broodvervangers. Brood bevat eigenlijk heel erg veel belangrijke stoffen, zoals vezels en B-vitamines en jodium. En dat is heel lastig om met crackers eigenlijk ook binnen te krijgen. Dus waar moet je nou op letten als je een cracker uitzoekt om het brood te vervangen? Nou, zorg in ieder geval dat de vezels heel erg hoog zijn. Zo heb je bijvoorbeeld de Wasa, vezelrijk. Hier zitten heel veel vezels in. Het is ook goed om te kijken naar andere volkoren producten. Maar in deze, als je deze neemt, dan kun je eigenlijk twee crackers nemen. Dan heb je nog steeds minder calorieën binnen dan een boterham. Maar je hebt wel meer vezels binnen. Je moet natuurlijk wel opletten waarmee je hem belegt. Dat is wel belangrijk. Waar mensen eigenlijk vaak hetzelfde intrappen als met een boterham, is dat je bij brood vaak denkt hoe donkerder, hoe gezonder. En hoeveel meer zaden erop zitten, hoe gezonder. En dat gaat eigenlijk niet op. Dat is ook hetzelfde met crackers zo. Volkoren blijft gewoon het beste product. Maar meer zaden betekent vaak niet automatisch dat er ook meer vezels in zitten, maar wel vaak meer vet. Omdat de zaden en noten toch ook voor meer vet zorgen. Dus als je wilt afvallen, zorg in ieder geval dat de calorieën en de vetten laag zijn en de vezels hoog. Kies je een cracker als tussendoortje, dus niet echt als broodvervanger, dan ja, natuurlijk zijn de vezels gewoon nog steeds belangrijk. Maar let dan ook vooral op de vetten en de suikers. Deze van de matte is daar heel erg goed voor. Het is ongeveer 23 calorieën per stuk. En er zit eigenlijk geen suiker in en ja, bijna geen vet. Dus goed als tussendoortje. Hetzelfde geldt eigenlijk voor de rijstwafels. Je kan enorm veel mee besparen. Het is een goed tussendoortje. Maar je kunt zelf ook wel nagaan als je er dingen overheen gaat strooien. Dus toevoegingen erbij neemt. Denk bijvoorbeeld aan chocola of yoghurt. Dat je dan, ja, dan maak je eigenlijk van een gezond tussendoortje een ongezonde snack. Dus kies er gewoon één voor een naturel versie. En denk je dat het dan niet zo heel veel uitmaakt, dat maakt het wel. Want vervang je bijvoorbeeld één zo'n rijstwafel voor een rijstwafel met een toevoeging van bijvoorbeeld chocola. Dan kan je jaarlijks zo'n 17.000, 18.000 calorieën schelen. En dat is dan ja, toch weer 2,5 kilo lichaamsgewicht. Daar staat het gelijk aan. Dus ga je naar de supermarkt en wil je crackers of rijstwafels kopen? Let dan op een paar kleine dingen. Wil je het vervangen voor brood, neem dan in ieder geval hoog in vezels. Wil je het als tussendoortje, zorg dan voor de lage vetten en de lage suikers. Kijk gewoon hoe minder ingrediënten, hoe beter. Zo heeft de Hollandia Matze maar twee ingrediënten. En zorg gewoon dat er niet te veel toevoegingen in zitten, zoals chocola en yoghurt. De volgende keer gaan we het hebben over tussendoortjes, gezonde tussendoortjes. Dus ik hoop dat jullie dan weer mee gaan kijken.